Ja. Het zijn vandaag de laatste groepswedstrijden van groep E en F. En die gaan we eventjes voorspelen met de one and only interlandlegende FC Roelie. Samen met Mark van Rijswijk, Jordi Jamali, stagiair Jan, die nu gewoon de camera bedient, en mijzelf zullen allemaal even een potje doen om even te kijken hoe de wedstrijden vanavond zullen verlopen. Eerste potje? Ja. Toy van Hendrik. Easy choice. Slecht als eigenlijk. Nobody does self-belief better than him. And De Bruyne! That is absolutely glorious! Oh! Direct in! Gewoon een jantje tegen een internet legend. Tegen een FIFA legend. Ja, ja, oké. Charge, but he's on his own for now. It's Lukaku! Volgende EK. 2018 komt weer terug. Alleen maar PES spelen. Snel die pellen, joh. Lijkt ze hier op de bal. Nou, it's Eder. Eder. He's away. No mistake. First blood drawn. Mark, wat gaat er door je heen? Ja, het is Italië dit. We hebben één aanval gehad en ze scoren. Twee YouTube-collega's. Ja, Ronaldo 85. Ja, maar hij staat op rechts, hij staat op links. Misschien moet ik het helemaal weten. Ja, ik weet het niet. Ik vind het moeilijk. Ik voel veel spanning en het is toch wel een beetje stress. Omdat ik denk van ja, je, ik kan ook zo met 7-0 vanaf doen. Kan niet, hè? 3-0 is klaar. Ja, je zou controle doorgeven? Ja, natuurlijk. Who's ball? Who's gonna get there? Can he dig out a shot? Goal! Portugal! Danny in de spitsbel. Danny. It's charisma! They are running riot! Short. Heb je er zelf van los? Ja, ik ik had er meer van verwacht. Nee, ik wil Lars wel ontzettend dankbaar voor meneer. Het is mee. Rubbel. Ja, een beetje vertrouwen in. Zeker, wordt een Jantje. Ja, wow. Woe. Voor mij. Ja, niet even is bij zich niet gemaakt. Dus wordt een, Chip through. Arnautovic, it's in! Unbelievable. En die Arnautovic, denk dat hij vanavond het mooie ding kan laten? Ja, die gaat weer. Kleine terugblik op het PES-toernooi. Ja. Het algehele niveau. Laten we eens even per stuk bekijken, hoe goed was Jordi? Jordi, redelijk. Redelijk, oké. Mark? Mark, die ging al, dat wordt al wat minder goed. Het was 1-0 dan. En die had dan Italië tegen Ierland. Dus dan denk je wel van ja, oké, weet je. En dan heeft hij de ploeg nog mee zitten. Ja, geeft ja. Op zich wel realistisch weer. Het zou zo maar 1-0 kunnen worden natuurlijk. Zeker. Nou ja, dan partij 3. Ja. En dat was een redelijke walkover. Ik weet niet meer tegen wie het was. Ik speelde tegen jou. Maar dus ook tegen Hongarije. Dus dan ja. Hey. Oké, dus je bent eigenlijk, zeg maar, je hebt gewonnen, maar toch praat je enigszins mijn verlies goed, zeg maar. Nou ja, zoals ik net ook al zei, Italië-Ierland, dan ga ik dan het voordeel geven aan Italië, omdat ze weten. Dan moet ik dat ook met mezelf doen, toch? Ja, dat is waar. Dan moet het natuurlijk ook wel zo zijn dat het andersom ook een feest is. Denk je, gaat Ronaldo eindelijk een goal maken? Dat denk ik wel. Ik denk wel dat hij vandaag eindelijk gaat prikken. Een vrije trap? Nee, dat niet te ver gaan nu, hè. Ja, dat weet ik. Ik bedoel, hij heeft nu 36 keer gemist. 35, 36? Ja, dus ja. Nou, weet je, je moet het zo zien. 37, 70.
zeggen ze altijd. Ja, dat zeggen ze ook. Dat is een Portugees gezegde. Ja, zeker, zeker. Ik ken hem. Een Madeirese gezegde. Nee, maar kijk, stagiair Jan. Dat was... Die laatste Oostenrijk. IJsland-Oostenrijk. IJsland-Oostenrijk. Ik denk niet dat IJsland zich zo over zich heen laat lopen. Nee, denk je niet? Nee. Nee, die Astronautovic, denk je dat hij vanavond mooi ding kan laten? Ja. Die gaat weer de ruimte in. Want hoeveel was het? Het was 0 tegen 3. Oeh, ook gewoon weer een Jantje. Toepasselijk. Ja. Hier doelpunt. En wie vond je nou uiteindelijk de beste en de slechtste van? De eerste. Mr. Turkay. Die was de beste. Jordi Omali de beste? Ja, zeker. En de slechtste? Ik zou zeggen Jan. Ik zou niet bij zeggen. Ja, Jan. Ja, Jan de slechtste. Duimpie. Duimpie omhoog.